Vandaag leer jij de basisconcepten van bedrijfsbeheer zonder het te beseffen. Scale-up is een kaartspel waarbij je in de huid kruipt van de CEO van een moderne meubelzaak. Beeld je in dat je de eigenaar bent van dit bedrijf. Je hebt het zelf uit de grond gestampt en je hebt 3 mensen aangeworven om jou te helpen. Maar de laatste tijd vind je dat je te veel tijd besteedt aan administratie en papierwerk. Het is vervelend en soms ook ingewikkeld. Dus heb je besloten om een business management software Odoo te gebruiken, die je helpt om taken te organiseren en te beheren. Tijdens het spel zal je ontdekken hoe 90% van de bedrijven geleid wordt. Het is nu aan jou om te spelen. Elke business case bestaat uit verschillende kaarten. Elke kaart moet in 3 stappen gespeeld worden. We beginnen met de business case inkoop en verkoop. Lees eerst de voorkant van de kaart. Daarop staat een gesprek tussen jou, de CEO en je collega. Vetgedrukt staan details en belangrijke informatie die je krijgt van je collega. Deze informatie moet weergegeven worden in de Odoo software in je online database. Ga vervolgens naar je odoo.com database, kijk en zoek hoe je op basis van die informatie de case kunt oplossen in de business management software. In Odoo vind je in elke app altijd dezelfde interface. Bovenaan in het wit heb je een hoofdmenu met submenu's van de app. Paarse knoppen om naar de volgende actie te gaan in het proces. Een statusbalk die je toont waar je je bevindt in het proces. Draai tenslotte de kaart om en bekijk het antwoord. De kaart toont elke klik of actie die je moest doen in je Odoo database om de case op te lossen. Deed je alles zoals beschreven op de achterkant zonder ernaar te kijken? Dan krijg je 2 punten. Heb je echter een stap gemist en heb je de oplossing op de achterkant nodig gehad om je te helpen? Dan krijg je slechts 1 punt. Maak je geen zorgen als je een fout gemaakt hebt. Volg gewoon de antwoorden op de achterkant en doe de nodige wijzigingen om klaar te zijn voor de volgende kaart. Aan het einde van de business case tel je je totaal aantal punten en kijk je wie er de beste score heeft gehaald. In totaal zijn er 10 business cases. Kies gewoon de volgende case die je wilt ontdekken. Veel geluk met je start-up!